Aan de andere kant, ja, Janis, gelijkspel tegen Moes Groen. Ja, er zat iets meer in, denk ik. Hè. Ja, ik vind dat... dat was te druk, vind ik, voor de groep geweest. Dat iedereen verwacht. Zeker naar de, zeg maar, de eerste, naar de vier wedstrijden. Dat we kunnen gewoon vandaag de wedstrijd winnen. En dat je ziet, dat was gewoon was niet in het team. De jongens hebben, vind ik, heel veel druk in hunzelf geven. En ja, ik vond gewoon onze spel was niet goed geweest, vind ik, eerste half. We stonden 1-0 voor, maar wij hebben helemaal geen goed gespeeld. We zijn helemaal niet in balans. Ja, de linies zijn gewoon heel ver met elkaar. En Thomas, vind ik, heeft ons gered, zeker in eerste helft met een paar goede redenen. Ja, we hebben ons systeem proberen gewoon te veranderen, een beetje met het systeem 4-2-3 in spel. Dus kan gewoon meer controle hebben in een voetbal van Kortrijk. En dan tweede helft was iets beter van ons. Vind ik, wij hebben gewoon veel kansen gehad, tweede helft. We hebben de penalty gemist. Maar zeker, de voetbal was niet beter. Het was iets beter, maar niet de woord dat we willen. Is altijd moeilijk. Dit doel, zeker voor de eerste vijf wedstrijden, voor mij was gewoon tussen 7 en 8 punten. Dus voor het team, dat was gewoon mijn doel. Ze kunnen gewoon de eerste vijf wedstrijden 7, 8 punten halen. Dat onze doel kunnen bereiken. En wij hebben 7. We kunnen gewoon misschien met de penalty meer krijgen. Maar zeker in die soort wedstrijden, als je kan niet winnen, je moet zorgen ook niet te verliezen. En ik denk dat aan het einde van de dag, ja, en punt, is niet verkeerd, want je ziet de wedstrijd tegen Charleroi en tegen Brugge, dat we hebben verloren. We hebben ook meer kansen, we verdienen zeker meer in de soort wedstrijd, maar we hebben niks gepakt, dus misschien vandaag was gewoon iets anders. Maar voor ons is veel werk in huis, dat is een goede ding, want we moeten gewoon bezig zijn en druk bezig om onszelf in het juiste niveau te brengen. U stelde 1 doelpunt per wedstrijd, is te weinig voor ons. We zitten nog altijd aan dezelfde gemiddelde. Zit daar het probleem? Kijk, als je hebt iemand dat kan makkelijk goals scoren, geef altijd rust in het team. Maar aan de andere kant, ja, we zijn Stojanovic. Hij komt van de bank en hij zit op derde wedstrijd op rij, hij scoort. Dus dat is misschien ook... een signaal voor onze spitsen, dat moet gewoon meer doen, meer brengen. Maar de goede ding vind ik, dat wij creëren kansen en gaan de doelpunten komen. Want het is belangrijk om kansen te creëren en wij creëren kansen. Ja, dat moet gewoon zorgen afmaken. Want wij hebben gewoon, vind ik, vandaag ook veel kansen we hebben gehad.